Goedemorgen en ik wil zeggen super leuk dat jullie kijken, maar dit is nog steeds een deel van een vlog. Ik heb niet zo heel veel gevlogd namelijk. Ik doe te veel en ik kan niet altijd mijn camera meenemen en daar baal ik echt wel van. Want ik wil het liefst natuurlijk alles met jullie vastleggen, maar ja, dat is natuurlijk niet echt heel leuk of zo voor alles en iedereen. Maar ik heb dus dinsdag een feest gefilmd voor alle studenten die hier waren. Of tenminste die hier nu zijn. En ja, zeg maar iedereen die met onze organisatie wat te maken heeft die hier in de buurt woont of weet ik veel is. Dus er waren 160 mensen. Het was echt heel veel. Het was wel heel erg leuk. Ik heb echt super veel mensen ontmoet. En heel veel mensen die zeg maar dan dit voor mij hebben mogelijk gemaakt of zo, zeg maar, dat ik hier nu ben. Dus dat is natuurlijk super leuk om dan de mensen te zien die ja, ervoor gezorgd hebben dat ik op exchange kon. Er zijn hier dus twee meiden naast mij, ook op uitwisseling. Eentje uit Japan en eentje uit Colombia. En ja, het is best wel moeilijk, want ze spreken dus helemaal geen woord Engels. Dus het is best wel lastig. En maandag waren we bijvoorbeeld met z'n drieën. Hebben we 3 uur groente gesneden voor dus dat feest voor 160 mensen. En ja, als ze geen Engels spreken, dan is het natuurlijk best wel lastig. Maar goed, ik zou dus eigenlijk vanavond gaan slapen met z'n drieën. Alleen dat meisje waar we zouden gaan slapen, die voelt zich niet lekker. Dus ik heb een heel dagje voor me alleen. Mijn gastouders zijn aan het werk. En die gaan vanmiddag om 6 uur, als ze weer thuis zijn, ook weer weg. Want ze spelen dus in een band. En daar moeten ze dus vanavond voor optreden. Dus ik ben de hele dag alleen. Ze heeft 2 Engelse boeken voor me neergelegd waar ik in kan beginnen. Dus dat is wel fijn, want dat moet ik waarschijnlijk sowieso lezen voor school. Dus dan kan ik een beetje voorsprong maken alvast. En ik ga nu even een video filmen. Dus ik hoop dat die ook snel online komt. En dat deze video ook wel even zeg maar, wat langer is dan 2 minuten. Maar goed, dat komt wel goed denk ik. En voor de rest weet ik niet wanneer ik weer ga filmen. Het is nu donderdag. Ik ga dinsdag naar school, dus dan weet ik dus helemaal niet hoeveel ik ga filmen. Maar goed, dat zien jullie vanzelf wel. Dat is niet goed.
Maybe we could go to the movies. I know that always cheers to show you. Hey, I'm so sorry that we're still stuck in the middle. Yeah, I'm so sorry. Ik heb net een video gefilmd en ik hoop dat die leuk is geworden en niet te lang. En dat ik niet te veel doms lul. Maar goed, ik ga sok pakken. En voor de rest heb ik ook niet zoveel te vertellen, want ik doe dus vandaag niet zoveel. Ik heb meer gewoon even een dagje voor mezelf. En ja, vet stom, want ik heb me gisteren dus, gingen we dus kajakken. Dat is dus zeg maar een soort kano, alleen dan anders. En toen heb ik mezelf dus aan een steen opengehaald aan de onderkant van mijn voet. Dus het doet een beetje pijn. Goed. En ik heb altijd al de piano willen spelen. En ze hebben hier. Dus een hele grote piano. Oh. Dus misschien ga ik vandaag even met YouTube proberen. Dat ik misschien wat kan leren ofzo. Ze gaan het me sowieso leren. Maar ja. Ik weet toch niet wat ik anders moet doen. Zijn we onverwachts een berg gaan beklimmen. De Mount Benson. Hier op, in de Nanaimo. En het was moeilijk. Ja, het was moeilijk. Ik was echt mega moe gisteren. Maar goed. Voor de rest heb ik net mijn eerste schooldag gehad. Super excited. Mijn school is niet super groot vergeleken met mijn andere school. Maar dat had ik volgens mij al gezegd in de dag dat ik een tour door de school kreeg. Vandaag hadden we dus een introductiedag soort van. We hebben heel veel informatie gekregen. Ik heb mijn locker, mijn kluisje gekregen. En heel veel papieren, dat doet er allemaal niet toe. En ik heb mijn klassenrooster gehad. En er was zeg maar een speciale tijd voor alle international students. En dat was om 12:30. En ik heb 80 international students op mijn school. En dat is in principe echt super leuk natuurlijk, want iedereen weet hoe je je voelt. En ja, je maakt misschien sneller contact dan mensen in Canada. Ik ga vanavond naar een Rotary meeting. Dus ik eet ook niet thuis. En morgenochtend ga ik waarschijnlijk ook naar een Rotary meeting van mijn gastvader. En dan ontbijt ik daar, ga ik gelijk door naar school. En voor de rest heb ik geen idee. Oh, ik ga dit weekend naar Seaback. Dat is dus naar Washington. Hebben dus een Rotary Inbound Orientation. En dat betekent dus dat ik alle 28 studenten ga zien. En een heel weekend met hun ga doorbrengen die in mijn district zijn. Dus dat is zeg maar dan Vancouver Island en een deel van Washington, de staat. Je hebt ook de stad Washington en de staat Washington. Dus dat is super leuk. Ik heb dus alleen. Dat klonk lekker, hè? Ik heb dus alleen morgen en donderdag school. Ga ik donderdagavond slapen bij mijn Rotary begeleider, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar goed. En dan gaan we vrijdagochtend allemaal mensen ophalen. En dan gaan we om 7 uur 's avonds met de ferry naar de overkant. Zijn we om 10:30 in Seaback. En dan heb ik daar een heel weekend. En dan gaan we maandag naar huis. Dus maandag ben ik ook niet op school. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ik zit dus in grade 12. En eerst dacht ik dat ik in grade 11 zat. En dat zou betekenen dat ik geen prom en graduation had. En wat wil je nou liever? Dat als je een jaar op uitwisseling gaat naar een plek waar ze dat hebben. Dan wil je natuurlijk dat. Dus ik zit in grade 12. En dat is heel chill. Want ik heb ook een vriendinnetje die ik dan heb leren kennen door mijn Rotary begeleider. Want het is zijn dochter. Zij is vorig jaar op uitwisseling geweest naar Noorwegen. En ja, ik heb al heel veel met haar opgetrokken en zo. Dus zij zit ook in grade 12. En dat is super leuk. En we hadden even uitgewisseld wat mijn rooster was. En we zitten als het goed is bij 3 vakken bij elkaar. Nou, ik heb 4 vakken op 1 dag. Dus dat is, we zitten most of the time. Oh mijn god, ik ga gewoon Engels er doorheen praten. We zitten de meeste keren, of het grootste deel van de dag zitten met elkaar. En ik zal het even laten zien. Sorry voor alle informatie zoveel, maar ik weet dus niet of ik heel veel ga filmen. Dus ja, dit is misschien het enige wat jullie te zien krijgen.
Dat wil ik ook niet zeggen, maar jullie snappen me. Dit is dus mijn rooster. In ieder geval. Dit is dus mijn rooster. Of tenminste, dit zijn de tijden van mijn rooster. Het is super raar, want je hebt hier zeg maar dan A, B, C, D. En hier staat het in welke volgorde het gaat per dag. Maar ja, en op vrijdag... Oh, ik heb tot 3 uur. Dit is dus mijn rooster, of tenminste de tijden van mijn rooster. En dit is mijn rooster zelf. Ik heb hier, zeg maar hier voor mijn lessen staat A, B, C, D. En hier staat de volgorde van hoe alles gaat. Op maandag heb ik tot 2:05 en begin ik om 8:30. En op dinsdag, woensdag, donderdag heb ik van 8:30 tot 3:00. En op vrijdag heb ik maar tot 2:10. Dus dat is natuurlijk super chill. En ja, ik bedoel, ik vind het helemaal top. En dit zijn dus mijn vakken. En je moet alleen kijken naar dit. Want dit is voor het tweede semester dat begint in januari of februari of zo. Dus ik heb koken. Dan heb ik wiskunde. Dan heb ik fotografie. En dan heb ik Engels. En het tweede semester, dat kan altijd nog veranderd worden. Of weet ik niet. Maar ja, dat is super chill. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, ik ben heel erg excited. Morgenochtend gaan we dus weer eerst verzamelen. Heb ik niet gelijk les volgens mij. Dus ik hoop jullie heel snel weer te zien bij een ander deel van de vlog. Als dat heel snel komt, gelukkig hoop ik. Goedemiddag. Ik ben net thuis van school. Mijn tweede schooldag. Eerst eigenlijk echte dag, want ik had vandaag gewoon les. En ja, het is school. Het was wel leuk op zich en ik heb wel leuke mensen en zo ontmoet. En ja, ik weet nu ook mijn klasse voor het komende, de komende 4 maanden, 5 maanden. En het is super raar, want zeg maar in Nederland heb je ongeveer, weet ik veel, 6 vakken of zo op 1 dag. En dan heb je maar 50 minuten of 1 uur 1 vak en heb je 2 keer pauze en soms 3 keer pauze. En hier heb je letterlijk 4 vakken en het hele, of tenminste tot tot januari of zo, heb je dat elke dag, die 4 vakken, alleen dan elke dag in een verschillende volgorde. Het is heel raar, maar ja, het werkt wel of zo. Dus ja, het is oké. Okay. En ja, voor de rest. Ik heb nog 1 dag school en dan ga ik vrijdag dus naar Seaback. Ga ik dus naar een oriëntatieweekend met de Rotary. Ik weet dus niet of ik dat had verteld. Maar goed, daar heb ik super veel zin in. En ja, school is daar echt super chill mee. Iedereen weet over de Rotary, dus dat is helemaal chill. Ik ga nu wat eten en relax, want ik heb geen huiswerk nog. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb geen idee. Mijn gastouders komen ongeveer met 1,5 uur thuis of zo. Dus ik heb even lekker 1,5 uur voor mij alleen. Goedemiddag, het is vandaag donderdag. Ik ben net thuis van school. Het is bijna 4 uur. En ik heb weekend. Ik ga zo even mijn koffer inpakken en mijn spullen pakken voor morgen. Ik ga om 8 uur morgenochtend weg. Dan ga ik ontbijten bij mijn rotary begeleider van hier. En dan gaan we om 10:30 geloof ik naar Victoria. En dat is een uurtje rijden vanaf naar Nijmegen ongeveer. En dan hebben we om 7 uur de ferry naar de andere kant, naar Seaback. Komen we daar om 11 uur 's avonds aan. En dan kamers indelen, weet ik veel wat. Dat zie ik allemaal wel en dat ga ik misschien ook wel vloggen. Weet ik niet net hoe vertrouwd ik me voel bij de andere Rotary mensen. En er is echt iets super stoms gebeurd. Want toen ik thuis was, toen had ik buttons besteld voor dus op mijn jasje. Wat je wel eerder hebt gezien. Zeg maar al deze dingetjes. En die ga je dus uitwisselen met alle studenten. Want iedereen heeft buttons. En aan het eind van het jaar hangt je hele jasje vol. Maar heel lang verhaal. Uiteindelijk, ik was vertrokken met het vliegtuig en mijn buttons waren nog niet thuis. Dus mijn ouders hebben die erachteraan gestuurd. Maar dat duurt nu ongeveer al 2-3 weken. En vandaag is het dus geleverd om 11 uur. En dan was er dus vanochtend om 11 uur niemand thuis. Dus nu komen ze hem morgen opnieuw brengen na 1 uur. Maar dan ben ik hier dus niet meer. Dus ik heb precies het pakketje gemist. En ik heb precies mijn buttons gemist voor dit weekend. Echt super stom.
Maar goed, ik ga dus even mijn koffer inpakken. Vanavond komen vrienden van mijn gastouders. Dus ik probeer zo snel mogelijk klaar te zijn dat ik gewoon bij hun kan zitten. Oké, ik ga trouwens denk ik ook misschien wel een beetje vloggen. Ik heb ook geen idee wat ik moet meenemen. Ik heb geen idee wat voor weer het er wordt. Dus ik ben echt super lekker voorbereid. En ik ben niet scherp. Ah kijk, dit is beter. Ik ben dus niet voorbereid, want ik heb geen idee wat ik moet meenemen. En ik heb geen idee wat voor weer het er wordt. Oké, er hangen nog super veel kleren boven. Want mijn was is nog van, weet ik veel, eergisteren of zo. En dat hangt nog aan de waslijn. En ik denk dat ik daar ook wel wat van meeneem. Dus dat hebben we ook nodig natuurlijk. Oké, let's go. Lukt me gewoon. En nu ga ik weer naar beneden. En verder met mijn koffer. Ik had dus een video gefilmd met 10 dingen die je moet weten als je op exchange gaat. En die had ik helemaal geëdit en hij was helemaal klaar. En nu ben ik hem kwijt. Dus ik weet niet of ik dat nog opnieuw ga doen. Maar dat zien jullie vanzelf wel, want ik denk dat die video dan eerder online komt dan deze vlog. Zo, dus als deze vlog online is en die andere video nog niet, dan gaat dat ook niet gebeuren. Oké, ik heb net mijn spullen klaargelegd in ieder geval. Ik ga het zo even in mijn koffer doen. Maar ik dacht het is wel handig om misschien zo te laten zien. Dus we beginnen. Ik heb gewoon 1 sweater mee, want dit is echt mijn fave. Ik heb 4 shirtjes en 1 slaapshirt, gewoon voor 4 dagen. Ik heb wat ondergoed en sokken. Ik heb hier mijn kleine toilettas. Het is wel handig om te zien. Ik weet niet of jullie dat ooit, jullie hebben het vast wel gezien. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n reisset bij de Ethos gekocht. Ik heb hier dus een conditioner van en ook een shampoo. En dat is gewoon heel handig. En dan heb ik hier van hetzelfde pakket, heb ik make-up remover, heb ik het erin gespoten. En dan kan ik het zo op mijn watje spuiten. Dus dat is echt super handig. Ik heb de oplader voor mijn camera. Ik heb een boek voor als we heel lang moeten wachten. Een hemdje. Een legging. En 2 broeken. Dit is mijn flarebroek. En dit is gewoon een ja, soort van... Geen idee wat ik dat uitleg. En morgen doe ik mijn 2-in-1 pak aan. Dus dan heb ik zeg maar evengoed 3 broeken om het zomaar te zien. En ik denk dat dat het was. Morgen moet ik natuurlijk nog wel gewoon mijn make-up en mijn tandenborstel en alles erbij doen. Maar ja, die heb ik nog nodig. En voor de rest denk ik dat ik klaar ben. Dus dan kan ik mijn huiswerk gaan doen. Superleuk. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben wakker sinds 6:30. Ik heb mijn haren gewassen. En ik heb mijn laatste spullen gepakt. En we gaan, ik weet niet hoe laat het is, maar over een half uurtje ongeveer weg. En dan ga ik bij mijn rotary begeleider ontbijten. En dan wachten we tot 10:30 tot iedereen er is. En ja, dat is het eigenlijk, denk ik. Dus ik zie jullie wel weer, ik weet niet wanneer. We are in. Did you watch the Twilight? Yeah. No. Oké, hi. Ik ga even een stukje vloggen, want we hebben even pauze. En ik ben even alleen op de kamer. Alleen in het huis. We zijn dus in totaal met 28 studenten en ik heb ze allemaal ontmoet. Ze zijn echt super lief en we hebben echt een goede connectie met allemaal. En ja, we hebben echt super veel lol met z'n allen. Ik slaap dus met een meisje uit Kroatië en Hongarije. Maar gisteravond zijn wij al aangekomen en de mensen van uit de United States zijn vandaag gekomen. Dus we gaan vanavond weer switchen zodat niet alleen de Canadian Canadese mensen bij elkaar zijn. Maar ik kan gewoon echt niet zoveel filmen, want het is superveel informatie en dingen die we moeten weten. En ja, het is ook niet echt... Ik probeer gewoon echt wel, zeg maar, het leuk te hebben. Dus dan kan ik niet de hele tijd vloggen. Ik heb echt een superleuke badge, zodat iedereen weet wie ik ben en waar ik vandaan kom en waar ik verblijf. Maar goed, ik heb het echt super met naar mijn zin. Misschien dat ik nog iets kan filmen. Morgen hebben we een soort bonte avond. Dus misschien dat ik dat kan filmen of zo. Ik weet het niet. We zien het allemaal wel.